Bijna 6000 nieuwe coronabesmettingen kwamen er donderdag landelijk bij. En ook in onze regio blijft het aantal stijgen. En dat heeft gevolgen voor het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ja, vorige week zei ik nog, ik hoop dat de reguliere zorg gewoon helemaal door kan blijven gaan. We hebben nu moeten afschalen, zoals dat heet. Dus dat betekent dat reguliere zorg, die ook medisch uitstelbaar is, hè, want het is acute zorg, een heleboel zorg gaat gewoon door. Maar ongeveer 15, 20 operaties per dag die je medisch kunt uitstellen, die worden uitgesteld sinds gisteren. En dat betekent dus ook dat hè, die mensen hadden een bed nodig. Dat bed hebben we niet, die hebben we ter beschikking gesteld aan COVID-patiënten. Dus je moet rekening houden met 15 tot 20 operaties per dag die we op dit moment afzeggen. Kleine 20% van wat we doen. Op dit moment zijn er 24 patiënten opgenomen die corona hebben. Daarnaast liggen er ook nog veel mensen in het ziekenhuis die ervan verdacht worden besmet te zijn. Vorige week hoopte het ziekenhuis dat bij een verdere toename de patiënten over Nederland verdeeld konden worden. Maar dat blijkt niet goed te lukken. Niet alle ziekenhuizen hebben al een COVID-afdeling ingericht. Je moet die mensen ook aanmelden. Dat is gewoon een administratief proces, een medisch administratief proces. Dat moet je natuurlijk ook doen. Mensen moeten ook verplaatst worden. Aan de familie moet uitgelegd worden van, ja, maar uw partner gaat nu naar Groningen of naar Maastricht. Is natuurlijk niemand blij mee. Dus het zijn tal van facetten die ervoor zorgen dat het niet van de een op de andere dag gaat. Dus we hebben de afgelopen dagen het heel druk gehad. Echt eigenlijk een beetje te druk. En dat komt door al die factoren. En daarnaast zijn er ook nog zo'n 60 medewerkers besmet. En dat aantal loopt ook alleen maar verder op. Niet allemaal worden ze ernstig ziek, maar kunnen ze in het minst erge geval minstens een week niet komen werken. Reden om de maatregelen intern aan te scherpen, zoals verplichten van het dragen van mondkapjes. Maar dat levert wel veel negatieve reacties op. Ja, we hebben er last van, ja. Ja. En gewoon mensen die bij de polykliniekbalie komen en gaan mopperen over mondkapjes of over andere mensen. Of dat er allemaal complotten zijn dat COVID niet bestaat. Allemaal aperte onzin. Hè? We hebben hier dagelijks mee te maken. Dus ook een oproep aan de maatschappij om het gewoon heel serieus te nemen. Gewoon even je aan de maatregelen te houden. En als we er met z'n allen doorheen komen totdat dat vaccin er is, dan heb je natuurlijk toch gewoon een weer wat sterkere maatschappij. Maar we hebben er veel last van. In het ziekenhuis hopen ze dat de maatregelen die vorige week door de overheid zijn ingevoerd effect hebben. Maar ze houden ook rekening met het andere scenario. Ja, ik ben een optimist. En ik merk ook altijd dat het ziekenhuis heel flexibel en creatief omgaat met toestroom van nieuwe patiënten. Maar als de voorspellingen uitkomen, dan moeten we ons dus nog wel gereed maken voor nog meer patiënten in het ziekenhuis. Dus dat wordt wel lastig. Maar het gaat dan toch ten koste van de reguliere zorg. Dat is niet anders. Dus die grens die hebben we al overschreden. Reguliere zorg is nu afgeschaald. De operaties worden uitgesteld die uit te stellen zijn. En dus dan kunnen we het ook aan. Maar dan gaat het weer ten koste van andere reguliere zorg. En waar is die grens? Dat is best een lastige.